Een goede middag iedereen en welkom op ons tweede webinar over bliksem- en overspanningsbeveiliging. Mijn naam is Roland en ik kan rekenen op 3 collega's voor dit webinar. Ik geef de presentatie samen met mijn collega Cedric en collega's Michiel en Karel. Die zitten aan de decks om jullie vragen in de chat te beantwoorden. Dus bij vragen of twijfels of eender wat, stel je vraag gerust aan de chat in de chat en de collega's zorgen voor een snel antwoord. Vooraleer we van start gaan met de presentatie, dus de advanced presentatie over de bliksem- en overspanningsbeveiliging, heel kort even schetsen waar Stagobel voor staat. We hebben 5 pijlers in onze productrange. De eerste pijler is de kabeldraagsystemen. Wij kunnen eigenlijk alles leveren om een kabel te geleiden van de elektrische cabine tot op de werkplek of tot in de woonplaats. Eigenlijk, dat kan een kabelladder, een kabelgoot, een vloerkanaal, een wandgoot. Een draadgoot, noem maar op, zijn. Daarnaast hebben we het CEE-contactmateriaal, waar we ook distributeur zijn van Mennekes, dus de vermogensstekkers, de AMAX-kastcombinaties en zo verder. De middelste pijler kom ik straks op terug, want dat is uiteraard het thema voor vandaag. Onze vierde pijler is woning- en kantoorautomatisering, waar we distributeur zijn van Teletask en van Jungkanix. En de laatste pijler is de laadsystemen voor elektrische voertuigen. Uiteraard, het thema van de dag is Electrical Safety, waar we het hebben over de bliksem- en overspanningsbeveiliging, dus het advanced deel. Het eerste deel was 2 weken geleden. Indien gewenst, kan je dat nog terug of opnieuw bekijken. Dat vind je terug via onze website. Een tweede onderdeel in onze Electrical Safety pijler is Jean Muller, waar we dan voetpadkasten, stroomverdeling, smeltzekeringen en zo verder hebben. Dan komen we tot de agenda van vandaag. Dus we bouwen eigenlijk een beetje verder op ons webinar van 2 weken geleden. De belangrijkste zaken zal ik onmiddellijk nog eens herhalen. En dan gaan we vooral verder op de interne bliksembeveiliging, vooral het zoneconcept, het type 1, type 2, het voorzekeren en zo verder. Dat zal mijn collega Cedric van naaltje tot draadje uitleggen. Vooraleer we starten, nog een korte herhaling van het eerste webinar. Iedereen herinnert zich waarschijnlijk nog bliksem in de media. Dus het is niet iets dat eens om de 10 jaar voorvalt. Het is wel degelijk iets dat heel veel voorvalt. Er is heel veel schade met heel veel gevolgen, productiestilstanden, dataverlies en zo verder. En ja, de bliksemschade kan heel spectaculair zijn. Zie de 2 foto's onderaan rechts. Maar het hoeft niet spectaculair te zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn, een halfgeleider die niet meer werkt. Met als gevolg dat de domotica, dat het toestel, de PLC, defect is. Als we even kijken naar de mogelijke schadebronnen volgens de norm NBN EN 62305, dan zie je dit hier kort schematisch even voorgesteld. De grootste gevolgen heb je uiteraard als de bliksem rechtstreeks op een gebouw inslaat. Dat kan je daar zien. Die tweede bliksem van links, die valt als het ware in rechtstreeks op het gebouw. Dan heb je de complete energie die op die constructie terechtkomt. Het kan ook een andere oorzaak zijn. Uiterst links zie je de bliksem die in open veld of op een bijgebouw invalt. De bliksem kan invallen bijvoorbeeld op de bovengrondse leiding. Er kan ook een wolk-wolk ontlading zijn. Het enige gevolg daarvan is een gigantisch magnetisch veld, maar dat koppelt uiteraard in op de leidingen in uw installatie, met spanningen tot gevolg, die spanningen die groot genoeg zijn om schade te kunnen aanrichten. Als we dan kijken hoe de norm dit vertaalt in 4 mogelijke schadebronnen, dan hebben we S1 tot S4, eigenlijk dezelfde als op de voorgaande tekening. Dus de S1 is een bliksem die rechtstreeks op een gebouw of op een structuur inslaat. Dan spring ik even naar S3, want dat is ook een bliksem die rechtstreeks inslaat, maar dan op iets wat verbonden is, bijvoorbeeld een bovengrondse leiding die verbonden is met een gebouw. Bij S2 slaat de bliksem in de nabijheid van het gebouw en bij S4 in de nabijheid van bijvoorbeeld een bovengrondse leiding. Nu, nog wat uitleg over de bliksem en de gevolgen. Dus als de bliksem inslaat op een gebouw, dan heb je uiteraard schade of mogelijke schade aan het gebouw zelf, maar daar stopt het niet. De bliksem die kan tot op 2 kilometer afstand schade veroorzaken. Waarom? Eigenlijk alles is verbonden met geleiders, netwerkvoedingskabels en zo verder. Eigenlijk vergelijk ik de bliksem dikwijls met een steen dat je in het water gooit. Op
de plaats waar de steen terechtkomt, heb je die grote plons, dus heel veel energie. Maar ook rond in het water heb je kleine golfjes. En dat zijn dan overspanningen die in de omliggende gebouwen of bij de omliggende elektrische installaties terechtkomen. Misschien heel even nog kijken hoe het zit in België qua bliksemdensiteit. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we voor België gezien gemiddeld 0,7 grondontladingen hebben per jaar. Of inslagen eigenlijk. Sorry, ik misspreek me. Het zijn 0,7 inslagen. En een bliksemontlading heeft eigenlijk twee inslagpunten. Dus 0,7 bliksems die naar de grond gaan, maar gemiddeld twee inslagpunten. Dat betekent 1,4 inslagpunten per vierkante kilometer per jaar. Nu, als we dat dan even vergelijken of in ons regeltje toepassen, dat de bliksem tot 2 kilometer afstand kan schade veroorzaken, dan is elke installatie in België ongeveer 15 keer per jaar onderhevig aan een overspanning. Dus het is toch wel een gevaar dat heel concreet aanwezig is. Hier kijken we nog eens naar de gevolgen eigenlijk van de bliksem. Welke overspanningen komen op uw installatie terecht? Eerst zie je daar de puls, de 10/350. Dat betekent eigenlijk de directe blikseminslag. Vergelijk dat maar met de plons van de steen in het water. En dan heb je eronder de indirecte blikseminslag, de puls 8/20, of de vergelijking met de golfjes rondom de steen die in het water gevallen is. Dat zijn de kleinere, of dat is de overspanning die op uw installatie terechtkomt. Ik toon dit nog even in een grafiek. Dus het theoretisch equivalent voor een bliksem, dat vergelijken met, dat is eigenlijk een 100 kiloampère, zeggen we, als vuistregel eigenlijk. En de 10/350, waarvan komt die vandaan? Dus na 10 microseconden is die op zijn maximum, die piek. En slechts na 350 microseconden staat die op de helft. Dus dat is eigenlijk een lange puls. Vergelijk dat terug met de plons in het water. Dat duurt lang tegen dat water min of meer uitgeklotst is, zal ik maar zeggen. En dan de overspanning. Dat is eigenlijk wat terechtkomt rond of in de buurt van de inslag. Dat is de 8/20 puls. En u ziet, die is niet alleen kleiner, in dit voorbeeldje is die 20 kiloampère, maar die is vooral ook veel korter. Dus na 20 microseconden is die al gedaald tot de helft van zijn piek. En eigenlijk de energie die in uw installatie terechtkomt, is eigenlijk de oppervlakte onder die curve. Dus u ziet, die oppervlakte onder de rode curve is vele tientallen keer groter dan de oppervlakte onder de groene curve. Dus ook de energie die afgeleid moet worden, of de energie die schade kan veroorzaken. Er is een enorm verschil tussen een directe inslag of een indirecte inslag. Ook nog even herhalen, wat gebeurt er nu eigenlijk in een gebouw bij een bliksem? Dus hier in dit voorbeeldje, we gaan terug uit van theoretisch equivalent, 100 kiloampère komt terecht op een structuur. De rode lijn rond dit gebouw, dat is de kooi van Faraday. Dus die bliksem wordt opgevangen, gaat netjes naar de grond. Voor de eenvoudigheid gaan we even uit van een grondweerstand van 1 ohm. Dus in dit geval komt er op de aarding van dit leeg gebouw 100 kilovolt. Nu, een leeg gebouw, 100 kilovolt, je hebt uiteraard geen schade. Nu, hetzelfde voorbeeldje, maar deze keer niet met een leeg gebouw. Het staat wel degelijk een elektrische installatie in. En hier heb je hetzelfde. Bliksem slaat in, 100 kilovolt op de aarding, 230 of 400 volt op uw fasen. Een enorm potentiaalverschil, waardoor dat één of meerdere toestellen doorslaan met, jammer genoeg, alle schade van dien. Nu, hoe kunnen we dit oplossen? Hier zie je het verschil in deze tekening. Daar zie je die rode rechthoek met die pijl in. SPD staat voor Surge Protection Device. Dat is eigenlijk een toestel dat slaat door, of dat zorgt voor een heel kortstondige kortsluiting op het moment van de bliksemimpact, wat ervoor zorgt dat het potentiaalverschil tussen de fasen en de aarding, dat onder controle blijft. Hier staat 100 kilovolt op de aarding en op de fasen, dus voor uw toestel blijft dat faseverschil binnen de normen. En dat toestel merkt eigenlijk nooit dat er daar een piek is, want voor hem, alles stijgt en alles zakt heel snel terug en alle toestellen kunnen gewoon blijven doorwerken. Hier nog even het verschil tussen een impact rechtstreeks en onrechtstreeks. Dus op de fabriek aan de linkerkant heb je een rechtstreekse inslag met
100 kiloampère en meer dan 100 kilovolt op de aarding, met alle schade als gevolg. Maar ook de gebouwen ernaast, in dit geval een kantoorgebouw, krijgt die indirecte piek te verwerken. Die piek, dus dat is de 8/20, de korte piek, is veel minder krachtig, maar is nog steeds enkele tientallen kilovolts en kan nog steeds uw installatie beschadigen. Met wat moet je ook nog rekening houden bij de installatie of bij de beveiliging tegen bliksem of overspanning? Dat is de inductieve koppeling. Eigenlijk, ten eerste, hier zie je een inductielus in dat gebouw. Door de kabeltracés creëer je eigenlijk een inductielus. En door de stromen die in dit geval vloeien door de daalgeleiders van de bliksem, creëer je een inkoppeling. En ondanks een goede beveiliging bijvoorbeeld in het ALSB, kan je in dit geval geïnduceerde spanningen krijgen op de leiding. En die spanningen die zijn groot genoeg om schade te veroorzaken. Ook bij een beveiliging zeggen we, of zegt de norm, binnen de 10 meter na uw beveiliging is alles perfect beveiligd. Is de afstand groter, dan is het advies om uw beveiliging te herhalen. Nu, ik had het daarnet in het voorbeeldje, het eerste voorbeeldje waar de beveiliging in zat, zei ik, de piek wordt eigenlijk kortgesloten door die rode of die gele module. Eigenlijk is dat de sleutel tot een goede beveiliging, dus potentiaal verreffening. Op het moment dat er ergens een piek in uw installatie binnenkomt, dat kan zijn via de voedingslijn, dat kan zijn via de aarding, via een datalijn, denk maar aan alarm, netwerk, camera, noem maar op. Op het moment dat ergens een piek binnenkomt, is het de bedoeling dat uw beveiliging kortstondig die piek kortsluit en dat op die manier eigenlijk alles op hetzelfde potentiaal wordt getrokken en op die manier merkt uw elektrische installatie niks van potentiaalverschil en kan die netjes blijven doorwerken. In het vorige webinar zijn we ook even blijven stilstaan bij wat is nu eigenlijk, wat moet nu, wat zegt het array? Ik zal dat misschien eventjes wat groter zetten. Wat moet het array, wat zegt de norm en zo verder? Eigenlijk, volgens onze interpretatie is het ondubbelzinnig en zegt het array, of zowel het normatief Europees document, als de codex het welzijn op het werk, die duiden op de noodzaak eigenlijk van een overspanning of een bliksembeveiliging. Dus ons besluit is het verplicht? Ja, het is verplicht. Goed, dit was de korte herhaling van het eerste webinar. Dan zijn we aan de nieuwe materie gekomen. Het gaat over het bliksembeveiligingszoneconcept en dan de bliksembeveiliging zelf. Maar daarvoor geef ik graag het woord aan collega Cedric. Dank u wel. Goedemiddag, ook vanwege mij. Hartelijk welkom op het Advanced Webinar. Ik ga met jullie verder door de maatregelen eigenlijk. Hoe gaan we onze installatie nu eigenlijk concreet aanpakken om tot een beveiliging te komen? We beginnen daar eigenlijk mee door even als we in de norm kijken, de NBN EN62305, daar zijn er 4 delen, waarbij het eerste deeltje algemene principes zijn, het tweede deel is de risicoanalyse die noodzakelijk is om te gaan uitvoeren op een gebouw, deel 3 is alles wat uitwendige beveiliging is, en deel 4 is alles wat interne beveiliging is. Ik zie ook dat er een klein foutje staat van boven. Het is de 62305-4 waar we het nu over hebben, de interne beveiliging. En een van die facetten daaruit is het bliksembeveiligingszoneconcept. En daar begint het eigenlijk allemaal een beetje, want we willen weten, ja, wat moeten we nu juist waar gaan zetten? Hoe pakken we dat nu eigenlijk aan? Er zijn van allerlei soorten producten op de markt. En daarom is er eigenlijk een soort van kader gecreëerd waarin dan we kunnen gaan werken. Om te gaan zien wat dat we moeten doen. Nu, wat is dat bliksembeveiligingszoneconcept? We gaan eigenlijk ons gebouw gaan verdelen in zones, gebieden. En die gebieden die definiëren eigenlijk de soort van de elektromagnetische storing die daar nog aanwezig kan zijn. Ja? Weet als je een gebouw hebt, je zet daar een bliksembeveiliging op, de bliksem slaat in, daar lopen daar hele grote stootstromen en er gaat een magnetisch veld aan te pas komen. De vraag is, hoe sterk kan dat magnetisch veld zich eigenlijk binnen gaan dringen in ons gebouw? En welke maatregelen gaan we daartegen nemen? Dus als we eigenlijk ons gebouw naar in de eerste schil gaan, naar een eerste zone in ons gebouw gaan,
dan zien we dat het magnetisch veld eigenlijk nog vrij sterk kan zijn. Uiteraard, de toestellen die we daar gaan plaatsen, onze verbruikers, ja, die moeten eigenlijk wel wat compatibel zijn op die moment met die straling. Is dat eigenlijk niet zo, dat je zegt, ja, eigenlijk heb ik hier wel gevoelige apparatuur, dan ga je eigenlijk een volgende zone gaan aanmaken. Dat hoeft geen gebouwgrens te zijn van kamer 1 en kamer 2. Dat is eigenlijk puur iets dat je theoretisch gaat gaan bekijken op vlak van je apparaten. Dat je zegt van oké, ik heb een paar pc's staan, die kan ik in zone 1 zetten, waar dat de straling nog redelijk is. Maar ik heb ook een server, het ICT-gedeelte van een bedrijf, dat is wat secuurder, dat is gevoeliger. Dus die straling die in zone 1 nog heerst, is eigenlijk wat te veel. Dus we maken een volgende zone aan, we plaatsen dat in zone 2. En wat betekent dat dan eigenlijk ook? Dat we aan die zone overhangen terug overspanningsafleiders gaan plaatsen. Om zo op die manier het elektromagnetisch veld steeds meer en meer te gaan reduceren. Zo kan je bijvoorbeeld ook nog een zone 3 aanmaken. Je kan er eigenlijk zo ver in gaan dat je wilt. Je kunt 100 zones aanmaken. Maar het gaat er hem over om eigenlijk te kijken, wat kan het magnetisch veld nog zijn? Waartegen kunnen onze apparaten en welke maatregelen moet ik daar verder nog over nemen? Belangrijk om te onthouden is, de zonegrenzen zijn geen fysieke grenzen. En bij elke zoneovergang die je zelf definieert, ga je dus effectief een overspanningsafleider of bliksemstroomafleider moeten plaatsen. Hier zie je het zoneconcept nog eens in een ander plaatje. En eigenlijk aan de hand van dit plaatje ga ik het ook iets duidelijker proberen uitleggen. We hebben een gebouw. We hebben daar zones binnen in het gebouw, maar we hebben ook zones buiten het gebouw. De zones buiten het gebouw, dan spreken we altijd over de LPZ0, Lightning Protection Zone 0. We hebben daar twee variaties in, de 0A en de 0B. In de 0A, daar is alles nog trefbaar door de bliksem. Een zone 0B, dat is de zone die gecreëerd wordt doordat er bliksembeveiligingsmaatregelen, het zij dus een opvangsysteem op het dak wordt geplaatst, die ervoor zorgt dat onze apparatuur die op het dak staat, daaronder valt en beschermd is. Ja. Zo zien we bijvoorbeeld in dit geval, er staat een motor bovenaan op het dak, je kan zeggen HVAC-groep, daar staat een opvangstaafje naast, en die opvangstaaf die zorgt ervoor dat de bliksem niet meer op de motor kan invallen. We zien een satelliet staan, daar hangt een opvangstaaf aangemonteerd met een geïsoleerde afstandshouder. Dus zowel de kabel die naar de motor als de kabel die eigenlijk naar de satelliet gaat, zal niet onderhevig zijn aan bliksemstroom, omdat die dus wordt opgevangen door het bliksemopvangsysteem. We zien daar beneden rechts buiten ook nog een lantaarnpaal staan. Uiteraard, die lantaarnpaal is trefbaar door de bliksem, dus die is ook zone 0A. Alles dat bijvoorbeeld aan de gevel van het gebouw hangt, verlichting, camera's en zo verder, die vallen hier onder zone 0B. Hoe je ook juist omgaat met die zones, waarom is dat zone 0B? Er zijn bepaalde methodes in de norm, de bliksembolmethode, waarbij dat je dat kunt gaan bepalen. Dan komen we naar binnen, de kabels komen naar binnen en komen we per definitie altijd in zone 1. We weten in die zone 1 dat er nog elektromagnetische straling kan zijn. Wat gaan we daarin gaan plaatsen? We gaan eerst voor zorgen, we maken een zoneovergang. Dus alle kabels die dus van 0 van buiten naar binnen komen, daar gaan we iets moeten gaan plaatsen. We zien ook effectief op de kabels van de satelliet, van de motor, van de verlichtingspaal en uiteraard de hoofdvoeding, de hoofdtelecomlijn, dat er daar toestelletjes opgeplaatst zijn. Wat is nu waarop geplaatst? Alles wat dat uit zone 0A komt, zal type 1 moeten zijn, dus zal een bliksemstroomafleider moeten zijn. We zien ook die symbooltjes met het bliksemschichtsymbool. Alles waar we een overspanningsafleider plaatsen, dat zijn kabels die uit zone 0B komen en dat zie je aan de blokjes met het pijltje getekend. Zo zullen we dus aan de ingang
van de voeding telecom bliksemstroomafleiders plaatsen, waar dat die lantaarnpaal binnenkomt, die komt uit een trefbare zone. Die paal kan getroffen worden door de bliksem, dus er kan bliksemstroom oplopen. Gaan we daar ook een bliksemstroomafleider type 1 plaatsen. Maar dan op de kabels van de gevelverlichting of de camera's die op de gevel hangen uit zone 0B, daar zal het dan een overspanningsafleider zijn. En bij de motor en satelliet juist hetzelfde. Dan hebben we onze toestellen die in zone 0.1 staan, dus die onderhevig zijn aan nog een bepaalde magnetische instraling. Willen we daar verder in gaan, zeggen ja, we gaan dieper in ons productieproces, dieper in de belangen van wat dat je wilt beschermen, dan maken we een zone 2. Meestal in de praktijk komt dat overeen met een secundair bord die ergens opgesteld staat. Daar zijn dan weer apparaten aan gevoed en dan kun je zeggen ja, maar een van die toestellen is een bepaalde belangrijke PLC, een server, een datarak, weet ik veel. Daar maak ik dan een zone 3 van. Daar plaats ik dan uiteindelijk type 3 afleiders. En dan heb je eigenlijk stapsgewijs ernaar gewerkt dat die magnetische instraling steeds meer gereduceerd gaat worden. Dat is eigenlijk het idee. Nu, als we dan even verder dieper op de producten ingaan, dan komen er altijd productnormen aan te pas. Overspanningsafleiders type 1, 2, 3 gaan altijd volgens de EN6164-3-11 moeten gemaakt worden. En iets heel belangrijks dat daarin staat, dus als je een overspanningsafleider maakt, dat is eigenlijk de essentie waar dat het over gaat. Dus een overspanningsafleider die moet in staat zijn om de energie van de stootspanning af te leiden en tegelijkertijd een restniveau te garanderen die lager ligt dan het isolatieniveau van de apparatuur die gewenst te beveiligen. Dus het is een beetje van, er is een storing tegen wat kunt, tegen wat kan uw apparaat. En wij gaan ervoor zorgen met een overspanningsafleider, als die storing te groot is, dat wij die reduceren naar een aanvaardbaar niveau voor het toestel. Ja. Dat is waar dat op neerkomt. Elk toestel kan tegen iets en wij zorgen ervoor dat de storing nooit groter is dan waar dat het tegen kan. Daarom zijn er ook drie types in de norm omschreven. De type 1 afleider, de type 2 en de type 3 afleider. Ik had ze daarnet bij het zoneconcept ook al aangegeven. Dus overal waar er bliksemstroom aan te pas zal komen, dus alles dat uit een zone 0A kan komen, daar gaan we het type 1 bliksemstroomafleider plaatsen. En die toestellen zijn dus effectief in staat om die 10,350 microseconden impulsstroom te gaan afleiden. Ja. De type 2 en de type 3 zijn beide overspanningsafleiders. Zijn beide gemaakt voor het afleiden van die 820 microseconden. Alleen zal de ene, de type 2, is dan elektrotechnisch wat sterker. Die heeft een grotere kortsluitvastheid dan een type 3 bijvoorbeeld. Een type 3 is dan ook echt gemaakt voor het op stopcontactniveau, vlak bij uw toestel. Terwijl dat een type 2 afleider vooral nog gemaakt is voor in het verdeelbord, in een elektrisch bord te gaan plaatsen. En uiteraard de type 1 ook. Even dieper op de type 1 bliksemstroomafleiders. Dus nogmaals, wanneer heb ik zo'n afleider nodig? Wel, als je eigenlijk met bliksembeveiliging bezig bent. Als er een risicoanalyse geweest is, die heeft uitgewezen, je hebt een probleem met bliksem, je hebt een installatie buiten geplaatst, een extern opvangsysteem, dan gaan wij binnen ook in ons elektrisch bord, in ons elektrisch hoofdbord, of alle borden waar kabels uit zone 0A terechtkomen, gaan wij bliksemstroomafleiders type 1 moeten plaatsen, omdat we daar dus effectief te maken gaan krijgen met stromen 10,350 microseconden. Ja? En er is niks anders opgewassen tegen dat soort stromen dan een type 1 afleider. Nu, er zijn wel wat verschillende technologieën op de markt. En we gaan er daar eigenlijk gaan inzoomen op twee verschillende technologieën. Er is vonkenbrugtechnologie als afleidertechnologie die ingebouwd zit in de afleider. Maar er zijn ook afleiders op de markt met varistortechnologie. Nu, het verschil tussen een vonkenbrug en een varistor. Een vonkenbrug is eigenlijk een soort van element, een elektrode met van aan de ene kant de actieve geleiders en aan de andere kant de aarding. Daartussen zit er eigenlijk niks. Op het moment dat er een zeer groot spanningsverschil is, krijg je daar eigenlijk een vonk die eigenlijk die beide elementen gaat gaan verbinden en dus ja, eigenlijk gaat gaan kortsluiten.
Als we het op varistor bekijken, varistor is een spanningsafhankelijke weerstand. Dus dat is eigenlijk een weerstand die ertussen zit. En die gaat gaan variëren in waarde, in weerstand, afhankelijk van de spanning die wordt aangelegd. Zo zal hij bij een klein spanningsverschil, dus bij een normale 230 volt, een zeer hoge ohmse waarde hebben. Terwijl als er eigenlijk een overspanningpuls is, dus een potentiaal verhoging zich voordoet op een van de aangesloten draden, dan zal hij zich eigenlijk zijn weerstand serieus gaan verkleinen. Die weerstand verdwijnt niet, dus een kortsluiting kunnen we hier, we kunnen nooit over een kortsluiting spreken als er varistor gebruikt wordt, maar hij gaat eigenlijk de potentialen gaan zoveel mogelijk gaan samentrekken. Nu, er valt over die twee technologieën wel iets te zeggen in het kader van een type 1 afleider. We gaan straks twee filmpjes zien. We gaan het gedrag van een eindapparaat, dus eigenlijk een soort toestelletje dat we beschermd willen zien. We gaan dat toestelletje beschermen eenmaal met een afleider met varistortechnologie en andermaal met een afleider met vonkenbrugtechnologie. Er is een impulsgenerator die we gaan zien, die ongeveer 12,5 kiloampère 10,350 microseconden bliksemstroom zal genereren. En we gaan kijken naar het gedrag van die afleiders. Dus voordat ik het filmpje start, hier zie je links op het zwart-wit beeld die generator. Daar bovenaan op die iets langere dinrail is eigenlijk de beveiliging. En dan op het onderste apparaatje is eigenlijk een soort van, ook een varistortje die eigenlijk op heel veel ingangsschakelingen van toestellen zit, die we beveiligd willen zien. Want als die varistor het overleeft, overleeft het toestel het ook. We gaan nu eens kijken wat er gebeurt als we een beveiliging gaan toepassen met varistortechnologie. Tijdens het filmpje kan ik niks zeggen, ik kom zo dadelijk bij u terug. Dus ik hoop dat jullie ook gezien hebben dat het toestel die we wensen te beveiligen, dus totaal niet beveiligd was. Ja. Wat is er hier gebeurd als we eventjes terugkijken naar het interne schematje? Dan zien we op puntje 2 waar dan nu die SPD zit. Dat is eigenlijk een soort van weerstand die daar zit. Dus op het knooppunt naar tussen punt 2 en punt 3. Gaat er een stroomverdeling zijn. Er zal altijd een stuk van de bliksemstroom naar uw eindapparaten lopen, die schade tot gevolg geven. Waarom mag dat verkocht worden? Wel, in de productnorm, daar spreekt men eigenlijk alleen ook over het feit van, zij moeten de potentialen gaan samentrekken. Die heeft dat ongetwijfeld ook gedaan. Die moet dat meermaals kunnen doen. Die afleider is niet kapot, die zal dat straks nogmaals kunnen doen. Dus op toestelniveau, op productnormniveau, dus die productnorm spreekt over enkel maar het product, is dat eigenlijk picobello. Alleen het resultaat, de reden waarvoor je die afleider zet in je installatie, dus om bescherming te bieden aan derden, daar werkt het eigenlijk niet. Als we dan vonkenbrugtechnologie gaan bekijken, ik ga het u onmiddellijk laten zien. Pas op, want hier is wel geluid bij het filmpje. Het kan nogal luid overkomen. Ziezo. Dus we hebben terug die bliksemstroom gegenereerd. En deze keer het deenventiel met vonkenbrugtechnologie heeft hier... hebben we hier in actie gezien. Als we heel goed keken, had je zelfs een vonkoverslag door de rode behuizing van het toestel kunnen zien. We hebben de draden zien bewegen van de kracht. En we zien ook dat het eindtoestel of eindapparaat wel degelijk nog intact is. Dus dat is wel een belangrijke nuance in de bliksembeveiliging. Hè. Een type 1, dat is productnormtechnisch dikwijls wel oké, maar naar de toepassing toe zitten daar gevaren in als daar wordt gekozen voor een verkeerde technologie. We zien dus in de eerste curve hier met varistor
De blauwe stroom is de totale stroom die gegenereerd is. De groene curve is het deel dat door de afleider gegaan is. En de rode curve is nog altijd een deel van de stroom die gedurende de volledige bliksemimpuls door ons apparaat gevloeid is. Dus onze installatie is onvoldoende beschermd hiermee. Wat dat we nodig hebben, is een vonkenbrug. Een vonkenbrug die doorslaat, die kortsluiting maakt. En op die moment, als je terug aan het intern schema denkt, ja, dan is waar dat net die weerstand zat, is dat nu eigenlijk gewoon een volle lijn, een kortsluiting en de stroom zal allemaal langs daar. Er is geen stroomverdeling meer op die moment. Dus dat zien we ook hier in de resultaten. Nu, de afleider bij Deen met vonkenbrugtechnologie is het Deenventiel. Die heeft onlangs ook een redesign gehad. We kennen die van vroeger was die eigenlijk 8 modules breed. Die is ondertussen 4 modules breed geworden. Dus die is wat verkleind. De technologie is nog wat geoptimaliseerd dat we hetzelfde kunnen bereiken, of zelfs beter, maar eigenlijk op minder plaatsinname. Wat is daar het belangrijkste aan? Dus zo'n toestel, zoals je het hier ziet, vierpolig voor in een TNS-net, leidt 100 kiloampère bliksemstootstroom af. Dat is volgens de norm de hoogste stroom die een afleider moet kunnen afleiden. Ja? Dus het Deenventiel, als je dat plaatst, er gaat nooit iemand zeggen of tegen u zeggen van ja, dat had eigenlijk iets anders moeten zijn, want een of andere keuring die zegt ja, maar het is niet conform, het is altijd conform. Dat je dat toestel kan draaien, ja, dat is ook interessant, maar de maximale voorzekering, en dan hebben we het eigenlijk ja, over voorzekering, waarom, of wat is dat, waarom moeten we nog iets plaatsen, moeten we eigenlijk iets plaatsen voor dat toestel? En dat is wel heel belangrijk, ja, overspanningsafleiders zullen altijd moeten voorgezekerd worden, ja. Alleen afhankelijk van het bord, hangt het een beetje af of je een bijkomende voorzekering moet plaatsen. Want als eigenlijk uw nominale stroom in uw bord, als ik naar mijn huishoudelijk bordje kijk van 40 ampère, ja, dan is die 40 ampère die een hoofdautomaat en de meter van Fluvius laag genoeg om een degelijke voorzekering te zijn. Maar zit ik in een bord van 2500 ampère, dan is die een hoofdautomaat van 2500 ampère niet meer voldoende. Waar ligt die grens? Wel, die grens ligt op 250 ampère. Is uw bord minder dan 250 ampère, dan is uw hoofdautomaat voldoende als beveiliging. Mocht er worst case iets misgaan, want die voorzekering heb je niet nodig tijdens de werking van het toestel of om het toestel op een of andere manier te laten werken. Het is de bedoeling, de bliksemstroom gaat erdoor. De zekering brandt niet door op die moment. De bliksem komt in het toestel terecht, wordt afgeleid en klaar. 2 dagen later, opnieuw onweer, juist hetzelfde. De bliksem komt weer door die zekering. Die zekering is groot genoeg. Als het een vanaf 250 ampère is ze groot genoeg. Dat gaat er weer door, klaar. En dat proces herhaalt zich x aantal keer totdat eigenlijk de module versleten is. Is de module versleten, dan zie je dat dat groen venstertje rood zal worden. Je zal eventueel een contactje krijgen via het afstandsmeldcontact, indien aangesloten. En dan vervang je die module, maar die zekering is nog altijd intact. Die zekering die dient eigenlijk enkel maar als de module in extreme omstandigheden belast wordt, dus buiten zijn nominale gebied, er gaat er is een fout in het net, waardoor dat je eigenlijk foutieve netspanning op die module gaat gaan zetten, dan creëert je eigenlijk een situatie waarvoor de module niet gemaakt is, en dan zou het kunnen dat die module in een bepaalde kortsluiting geraakt, waar die niet zelf niet meer uit geraakt, en dan heb je voorzekering nodig. Dus enkel daarvoor heb je voorzekering nodig. En de regel is uw bord kleiner dan 250 ampère, dan is uw zekering laag genoeg elektrotechnisch gezien. Is uw bord groter dan 250 ampère, wij leggen de grens op 250. Wij plaatsen dan smeltzekeringen van 250 ervoor. Ja. Waarom smeltzekeringen, geen automaten? Automaten van verschillende merken hebben allemaal andere curves, eigenschappen. Dat reageert niet exact hetzelfde. Een zekering, een GG-zekering, is altijd overal in heel de wereld hetzelfde. Goed, nog iets over het Deenventiel. We hadden daarnet 100 kiloampère bliksemafleidstootstroom, de 10350, niet te verwarren met 100 kiloampère kortsluitvastheid.
Dus de kortsluitstroom in uw bord mag maximaal 100 kiloampère bedragen. En dan mag je die module daar nog altijd zonder zorgen in plaatsen. Zeg je van nee, ik heb een bord 150 kA kortsluitstroom. Dan mocht je die module niet meer gebruiken. Nu, om aan 100 kA te komen, moet je wel al wat doen. Je hebt hier wat voorbeelden van transformatoren. Een 2000 kVA heeft bijvoorbeeld 57 kiloampère. Dus zitten we ook nog lang niet aan de 100. Het is wel belangrijk dat het boven de 50 zit, want er zijn effectief wel redelijk wat voorbeelden boven de 50. En dan zou je er al niet geraken. Dus dat is echt wel... een krachtpatser op vlak van bliksemstroom, maar ook op vlak van kortsluitvastheid. Hier zie je nog een kort overzicht. Dat is interessant voor een naslagwerk, dat je eventueel de referenties en zo kan zien. Wat dan wel nog belangrijk is, is het voltage protection level. Dat is het restniveau dat die module geeft. En die is al onmiddellijk 1,5 kV, wat dat eigenlijk voldoende laag is om direct zeer gevoelige apparatuur te gaan beveiligen. Dus als je eigenlijk een server of iets heel belangrijks zet vlakbij dat toestel binnen de 10 meter, want dat is zowat de beveiligingsrange van een overspanningsafleider, dan kun je eigenlijk zeggen dat je je toestel in zone 03 geplaatst hebt. Je hebt een kabel die van buiten komt, van zone 0A, daar kan bliksem op zitten. Dus je hebt een type E nodig, dat is het teenventiel. Maar hij creëert eigenlijk een voldoende laag restniveau om eigenlijk al direct in zone 2 of 3 te komen. Hier hadden we nog die slide over die voorzekering. Dus ik had al uitgelegd dat dat eigenlijk enkel maar voor worst case case scenario's dient, dat die voorzekering anders niet zou mogen aanspreken en dat dat bij het deenventiel 250 ampère is. Nu, die voorzekering is dikwijls wel een beetje thema van discussie, omdat ja, 250 ampère en mag dat dan niet 100 ampère zijn, dat is kleiner en dat heb ik nog liggen, of ik heb ook al ooit eens gezien dat de zekeringen vergeten in de houders, dat die niet in de houders waren gestoken. Dat er discussie is, ja, maar we willen automaten plaatsen en geen zekeringen. Dus ja, daar zijn wel heel wat discussies rond soms. En daarom heeft Deen ook een afleider waar de zekering gewoon direct ingebouwd zit. Dus bij het Deen-ventiel daarnet moest je die zelf nog voorzien, indien boven de 250 ampère. Maar je zou het ook kunnen kiezen voor de Deenventie-I. Is een enkelpolige module, dus voor een TNS-net plaatst je 4, TNC-net plaatst je 3. Voor een TT-net kan ook, maar heb je nog de vierde module, de neutermodule, is dan wel een andere referentie. Voorzekering zit erin. Jij mocht die onmiddellijk aansluiten op je barenstel met een 25 carré dubbel geïsoleerde draad. Wordt straks ook nog wel verteld. En ja, ook 100 kiloampère kortsluit vast. Met 4 van die modules heb je ook 100 kiloampère afleidstootstroom voor de bliksem. 4 keer 25 is dat dan. Dus dat heeft volledig dezelfde eigenschappen, alleen die zekering zit erin. Dus moet je zelf geen rekening meer mee houden. Aangezien dat het aparte afleiders zijn, zou je denken van, ja, ik moet nu daar 4 keer aarding aan hangen. Dat zou je kunnen doen, maar je zou ook gewoon het busbaarke kunnen gebruiken, rechts in beeld, die een soort van kamereeltje eigenlijk, de modules gewoon verbinden en met de aarding verbinden. Dan zitten we bij de type 2's. De type 2 afleiders, die gebruiken wel altijd de varistor-technologie, ja. Dat is daar wel ideaal voor, gezien ook het grote verschil tussen de 10350 en de 820 microseconde stootstroom. Het leende zich eigenlijk niet echt voor de 10350, maar het leent zich wel echt perfect voor de 820 microseconde stootstroom. We gaan die gaan inzetten voor verwijderde blikseminslagen, dus waar er zeker geen bliksem meer aan kan. Eventueel voor schakelhandelingen, dus los van een bliksembeveiligingsconcept. Als je zegt, ja, we zitten hier met heel veel pieken op het net, die komen van het in- en uitschakelen van inductieve of capacitieve lasten, wel, dat is daar ook een oplossing tegen. Uiteraard, onze type 1 is daar ook, werkt daar ook tegen.
En inductieve en capacitieve spanningen. Dus we gaan hem bijvoorbeeld gaan plaatsen in een woning, in ons bord, in ons hoofdbord. Waarom? We hebben geen bliksembeveiliging op onze woning. Ja? Dus dan gaan we deze plaatsen. We beveiligen ons dan tegen alle spanningen die van de bliksem zouden kunnen komen vanuit de omgeving. Denk aan de plons met de steen. Wij zijn dan die hobbeltjes in het water waar we ons gaan tegen beschermen. Je kunt die ook plaatsen in een secundair bord, in een systeem met bliksembeveiliging, een groot gebouw, er staat bliksembeveiliging op. We hebben type 1 geplaatst, hè, want dat is noodzakelijk, we hebben bliksembeveiliging geplaatst in het hoofdbord. Een keer dat we in een secundair bord zitten, is er mogelijk nog inductieve en capacitieve inkoppeling, afhankelijk van de kabelafstanden ertussen, hè, dus afhankelijk van het, de magnetische instraling die we daar hadden. En dan kun je ook de DeanGuard als de type 2 afleider gaan inzetten. Type 2, dus varistor had ik gezegd, die leidt nominaal ongeveer 20 keer, die leidt zijn nominale afleidstootstroom ongeveer 20 keren af. Of dat is in de productnorm ook ergens zo gevraagd, van jij moet dat zeker minstens 20 keer kunnen. Wat moet je 20 keer kunnen? Het nominale. Dat verschilt soms per merk, bij ons is dat 20 kiloampère. Ja. Krijg jij 40 keer een 10 kiloampère, 28 microseconden binnen, en wel ja, dat gaat dan even lang meegaan. Hè. Je kunt dat maximaal 1 keer tot 40 kA belasten en even ook dat beschermingsniveau van 1,5 kilovolt. Dus dat is hetzelfde als dat één ventiel. Dus dat één ventiel kun je zeggen, dat was een combi-afleider, dat doet bliksem en overspanning. Dit is dus enkel een overspanningsafleider, de type 2. Er zit een thermodynamische afschakelinrichting in, dus ook als dat gewerkt heeft, sommige mensen denken, dat is kapot, ik ga dat zien aan dat groen venstertje dat rood is geworden, of ik moet dat ergens resetten. Nee, dat toestel blijft zoals het is, dus daar zit die varistor die daar eigenlijk in werking gaat, die in ingeleiding, uitgeleiding, het is pas wanneer dat hij versleten is, als je het vergelijkt met een auto, pas als hij zijn kilometers gereden heeft, dan gaat dat varistortje intern een beetje opgewarmd zijn en dat gaat met die thermodynamische afschakelinrichting, gaat die er gewoon vanzelf van tussen geschakeld worden. Dus ook geen problemen met borden van, ja, ik ga differentieels niet aankrijgen of ik ga mijn bord niet meer aankrijgen als die module kapot is. Dat is allemaal niet van toepassing. Hij schakelt zichzelf er gewoon van tussen. Vervolgens heb jij optioneel beschikbaar een potentiaalvrij afstandsmeldcontact om dat te gaan monitoren op afstand. Als je daar niet elke dag wilt naar gaan kijken. Nu, gemiddelde levensduur is toch wel ergens 20, 30 jaar dat dat meegaat in België. Voorzekeringsvrij tot die nominaal 125 staat er hierbij. Dus dat wil zeggen dat jij in een huishoudelijk bord daar eerder niks gaat moeten voorzetten. Een beetje hetzelfde verhaal. Je aansluiting is laag genoeg. Je beveiliging is laag genoeg. Zit je in hogere borden vanaf 125 ampère, gaat je daar terug smeltzekeringen van 125 moeten gaan voorzetten. Dus die 125 is de grens. Dus we hadden terug die voorzekering. Het Deen-ventiel, dat zat dan op die 250. DeanGuard, dat zit op 125. Nu terug een beetje hetzelfde. Voorzekering, discussie. Dus we hebben ook een afleider die geïntegreerde voorzekering heeft. Al mag ik het eigenlijk geen voorzekering niet meer noemen. Bij de Deen-VNCI, bij de type 1, was dat wel degelijk nog een zekering. Maar hier is dat eigenlijk een soort van onderbrekingselement. Het is een advanced technologie, de ACI, Advanced Circuit Interruption. En die advanced, dat is, we gaan een stapje verder. Terwijl dat we vroeger nog een zekering er integreerden, doen we dat nu niet meer. En waarom niet? Daar zit nu een element in, dat is een soort van vonkenbrugje. Eigenlijk kunnen we dat eigenlijk ook zien als een schakelaartje, die zegt, ja, maar ja, als er eigenlijk geen overspanning is, dan moet ik eigenlijk niet meer aangesloten zijn. Dus die zet de schakelaar open. Dat zorgt ook dat de varistor niet meer aangesloten is en op die moment ook niet meer kan slijten. Want een varistor slijt eigenlijk ook wel een beetje door gewoon aangesloten in je installatie te zitten. Dus schakelaartje staat open, wordt niet gebruikt. Legde je daar nu toevallig de verkeerde spanning aan, hè? Bijvoorbeeld 400 volt, ergens een nul die wegvalt of zoiets. Ja, een traditionele beveiliging, die zou, als dat te lang duurt, daarvan kunnen kapot gaan. Deze beschermt zichzelf hier tegen, want hij is niet aangesloten. Op het moment dat er een overspanning komt,
die Vonkenbrug herkent dat. Die gaat eigenlijk dat circuit gaan sluiten. De overspanning komt tot bij de varistor, wordt afgeleid. De overspanning is weg, het schakelaartje gaat weer open. Is er na veroudering of door overbelasting, dus terug, we komen naar die voorzekering. Wanneer hebben we ze nodig? We gaan die module gaan overbelasten. Die varistor kan dat niet aan. Die gaat een soort van kort, die gaat in kortsluiting eigenlijk. Vanaf dat die vonkenbrug daar van boven, de ACI, vanaf dat die een 50 hertz kortsluitstroom ziet passeren, zegt hij van oei, dat is hier niet normaal, de varistor is kapot. En dan gaat hij eigenlijk die kortsluitstroom gaan onderbreken in de bluskamer. Dat is eigenlijk waar dat pijltje naar wijst daar van boven, met al die streepjes. Die kan op die manier heel snel een kortsluiting gaan onderbreken, veel sneller dan een gewone zekering van 125 ampère die daarvoor stond. Die er dus voor zorgt dat we lage foutstromen hebben. En lage foutstromen betekent ook dat we een kleinere aansluitsectie mogen gebruiken. Dus bij ACI kunnen we altijd aansluiten met 6 carré. Altijd. De enige factor die beperkend is, is de kortsluitvastheid. Dat is bij een ACI 25 kA. Dus borden groter dan 25 kA geen ACI gebruiken. Klassieke module met voorzekering gebruiken in dat geval. Maar alles onder de 25 kA kan je perfecte ACI gaan gebruiken. Je zit dan sowieso met je beveiliging tegen 400 volt. Je gaat langer meegaan, hebt geen elektrostroom en je kunt altijd met 6 carré aansluiten. Dubbel geïsoleerd. De keer als het beveiligingselement in het toestel zit, dat geldt bij die andere module ook, de DeenvenCI, moet je dubbel geïsoleerde kabel gaan gebruiken. En dat zorgt er dan voor dat je natuurlijk een volledige, een compleet veilige dimensionering eigenlijk hebt. Hè. Dus als je eigenlijk van onder begint, een traditionele overspanningsbeveiliging, ja, dat is een type 2, dat is een standaard en een ACI. Thermodynamische afschakelinrichting, ja, dat is verplicht in de productnorm, dat zit in alle twee. Geen externe voorzekering nodig, dat heb je met een klassieke wel, dat heb je met de ACI niet. Plaatsbesparing heb je met de ACI. Bewaking van de overstroombeveiliging, dus van, ja, van eigenlijk... het bewakingselement zelf, dus als dat ook kapot is, weet je dat ook. Dus je moet je zekering niet gaan bewaken, dat zit er allemaal in. Langere levensduur, kleinere aansluitsectie, dus kortom, eigenlijk wel een zeer leuk verhaal. Die module gaat, vooral wat ik belangrijk vind, die gaat heel lang meegaan. Dus als je die plaatst, je gaat die normaal gezien nooit niet moeten vervangen, allee, toch niet in je... In het bestaan van een bepaalde technische installatie, ik zal het zo zeggen. Dan had je de type 3. Bescherming tegen inductief capacitief. Beetje hetzelfde als de type 2, maar alleen gemaakt om bij het toestel te gaan plaatsen. Ik kies er bijvoorbeeld voor om mijn datarak in het bliksembeveiligingszoneconcept in een zone 3 te gaan plaatsen, bijvoorbeeld. Wel, ik heb daar... dan moet ik terug een overspanningsafleider plaatsen. Ik plaats daar bijvoorbeeld de Deen Rai bij. Dat is op Dinrai. Maar je hebt ook inbouwversies voor in een stopcontactje in een goot te steken. Er zijn nog tal van mogelijkheden beschikbaar. Kortom... hier zien we een beetje de samenvatting voor wat dat de sterkstroom betreft. We hebben een externe bliksembeveiliging, die zien we liggen, dus die stroom loopt. We hebben dan onze type 1 nodig, een deenventiel, wat uit het product zelf al type 1, 2 en 3 in 1 is. Dat wil zeggen, alle toestellen binnen de 10 meter zijn perfect beschermd. We gaan naar de secundaire borden, of in het zoneconcept kunnen zeggen, we gaan naar zone 2. Daar hebben we al onze type 2's geplaatst in de secundaire borden. Alles wat daar vlakbij staat, is perfect. Alles wat daar weer ver van staat en belangrijk is, een bordje TL-lampen die op 50 meter verder staat, daar gaan we niet naar kijken. Daar ga ik ook geen extra zone voor aanmaken. Maar als dat een heel belangrijke PLC of whatever is, dan maak ik daar effectief in het zoneconcept weer een zone voor aan en plaats ik daar dan een type 3 toestel voor. Want je ziet... Je kunt dus die inductie of die magnetische instraling die zich gaat voordoen in je installatie, dus enkel die module op kop, die gaat dat nooit helemaal alleen redden. Of het is enkel voor die toestellen die daar vlakbij staan. Dus voor alles dat veel verder is en ook belangrijk is, moet je dus echt wel dieper gaan in je installatie.
Nu, we hebben daarnet enkel maar over sterkstroom gepraat. Weet dat ook data moet meegenomen worden. Hè. Als je een alarmcentrale bekijkt, dat heeft voeding, maar dat is aangesloten op netwerk, telefoonlijn. Die alarmcentrale is niet beveiligd als je daar die telefonie of dat netwerkverhaal niet in meeneemt. Nu, daar bestaan heel veel soorten protocollen in data. Het is niet gewoon 230, 400 volt en monofasig en driefasig. Je hebt een coaxkabel, is geen UTP-kabel. 4 tot 20 milliampère signaal is niet hetzelfde als een coaxsignaal van Telenet bijvoorbeeld, en zo verder. Dus er zijn daar heel veel verschillende soorten technologieën. Al die technologieën staan in de catalog, in de yellow line. Dus alles wat dat yellow line is, is zogezegd voor data. Staan opgeleist. Dus alle wereldwijd erkende protocollen kunnen daarin vinden en het geschikte toestelletje gaan selecteren. Nu, ik overloop er een paar. Als je bijvoorbeeld typisch meerdere telefoonlijnen die binnenkomen in een gebouw en die zitten op kronenblokken aangesloten, kun je via de Dane Rapid 10 lijnen in één keer gaan beveiligen via de LSA-techniek. Als je een tweedraads systeem hebt, een niveaumeting of weet ik veel wat, een bus, een domotica bus hebt, dan vinden we daar vast en zeker een modelletje voor in de Blitzdoctor Connect reeks. Dus nogmaals, we hebben gezien hier nu één module staan, maar daar zijn eigenlijk ja, een vijftiental varianten van. Dus afhankelijk van de spanning, stroom, frequentie van het signaal dat je wilt aansluiten. Ook datamodules kunnen gemonitord worden. Bij de Blitzdoctor Connect heb je, zoals je hier van voor ook ziet, de statusindicatie. Je hebt daar een beetje onderaan. Kunt je ook terug rood en groen zien. Natuurlijk, je bekijkt dat niet constant, dus je kunt dat gaan monitoren. In een groep een spiegeltje plaatsen, een infrarood signaaltje erdoor en keer het signaal niet terug, dan weet je, oké, hier is iets mis. En die module heeft dan wel ergens een uitgang naar een gebouwbeheersysteem en zo verder. We hebben ook de Dane Patch, dus voor netwerken. Zeer interessant, daar is nu ook een nieuw model die ook type 1 is. Dat was vroeger niet in het gamma bestaande, maar er is nu ook een type 1. Maar wat dat vooral ook interessant is, is dat die ook visuele statusindicatie heeft. Terwijl, niet allemaal, maar die ene toch. Je ziet er hier één links, die heeft een venstertje, die ander niet. Die ene is dan ook voor CAT6A-netwerken, die heeft dat venstertje. Die andere is voor CAT5E, die heeft dat dan niet. Daar zit er ook prijsverschil op. Je kunt dat zien, waar past het toe, is het nodig, is het niet nodig, enzovoort. Er zijn daar trouwens nog wel wat varianten in dat gamma, maar weet dus dat er patchbeveiligingen zijn. Je hebt ook outdoor-versie voor bijvoorbeeld echt wel specifiek bij camera's te gaan plaatsen. Het gevangeniswezen bijvoorbeeld vindt dat heel belangrijk dat die camera's op zich beschermd zijn. En niet alleen, ik wil, mensen zeggen soms, ja, die camera, daar mag wat gebeuren mee wat dat wil, maar ik wil niet dat binnenkomt in mijn netwerk en zich dan verder gaat verspreiden. Dus dan plaats je afleiders aan je datarak, maar je kunt ze dus ook buiten bij je apparatuur gaan plaatsen als die ook beschermd moet zijn. Dan ga ik direct over naar zonnepanelen. We hebben dat er in de basis al over gehad, maar dat was dan eigenlijk voor een woning. Zoals dat je hier kunt zien, van waarom zou ik overspanningsbeveiliging plaatsen? We leggen weer een lus op het dak, je hebt magnetisch veld, dus mogelijk kun jij wel magnetische instraling terug hebben. Je gaat je AC-kant, DC-kant gaan beveiligen met type 2, want er is geen bliksembeveiliging aanwezig. Nu, in dit geval wil ik ook eens een voorbeeld aanhalen waar er wel bliksembeveiliging op een gebouw ligt. En dan zijn er terug eigenlijk twee mogelijkheden. Neem nu, je gaat zonnepanelen leggen, je komt op dak en je ziet, oké, er is bliksembeveiliging aanwezig. Dan is het zeker niet de bedoeling van je zonnepanelen er gewoon klakkeloos over te leggen. Want dan worden je zonnepanelen eigenlijk de bliksembeveiliging van de bliksembeveiliging, wat niet de bedoeling is. Dan moet je gaan kijken, kan ik mijn zonnepanelen volledig gaan scheiden van de bliksembeveiliging? Soms kan dat in samenspraak met de installateur van de bliksembeveiliging om het dak een beetje aan te passen. Je voorziet wat opvangstaven en je zorgt ervoor dat alles uit elkaar blijft. Ja? In dat geval kun je eigenlijk zeggen, er zal nooit bliksemstroom aan mijn PV-installatie kunnen komen. En volstaat eigenlijk bij nummertje 3, want dat is de DC-beveiliging, terug een type 2 overspanningsbeveiliging. Dus we spreken enkel weer nog over magnetische instraling, maar niet over bliksem, want die kan er niet aan. We hebben een gescheiden systeem. Ja. Maar
wat we eigenlijk het meest van al zien, is, nee, er is een dak, er zijn zonnepanelen. We hebben dat wel een beetje aangepast, maar het is onmogelijk om daar overal ver van te blijven. Ja? Want als je te dicht komt bij bliksemonderdelen, en er slaan een bliksem in, kun je een overslag krijgen. Dus je moet er ver genoeg van blijven. Ja, om duur kun je geen zonnepanelen op je dak niet meer leggen, omdat je daar overal zo ver moet van blijven. En dan zeggen we, nee, oké, we gaan wel hier en daar een opvangstaaf plaatsen, maar we gaan alles equipotentiaal verheffenen met elkaar. De bliksembeveiliging is gekoppeld aan de frames van de zonnepanelen. Als je het koppelt, dan kun je ook die vlam niet meer krijgen, want het is potentiaal verheffend, maar dan kan er wel een stuk van de stroom van de bliksem via de strings naar uw omvormer komen. En daarom zal nummertje 3 in dit geval, dus de DC-afleider, ook een type 1 combi-afleider in dit geval, de Deen Combo IPV1200. Dat is een bliksemafleider die je dan op de DC-strings moet plaatsen. Uiteraard, in beide gevallen, een keer ene slide terug. Er is bliksembeveiliging, dus sowieso is nummertje 1 ook een type 1. Er is bliksembeveiliging, dus ik heb een type 1 nodig in mijn hoofdbord. Uiteraard, in het systeem waarbij de scheidingsafstand niet gerespecteerd is op het dak, blijf ik ook bliksembeveiliging hebben en is uiteraard ook in mijn hoofdbord een type 1 noodzakelijk. De laadpalen, we hadden het ook al in de basis gezien, maar fabrikanten zeggen van auto's, ja, best niet laden tijdens een onweer, dat zit niet in de garantievoorwaarden. Er is ook een Europese regelgeving die zegt, ja, het is wel een goed idee om publiek toegankelijke laadpunten te gaan beschermen met overspanningsbeveiliging. Weet ook dat als de bliksem inslaat in de omgeving, dat je dus via de galvanische inkoppeling, dus dat is eigenlijk ja, spanningstijgingen in de grond, potentiaalverschillen kunt teweeg gaan brengen en dat je laadpaal ja, onderhevig daaraan kan zijn. Dat je dan een overspanningsbeveiliging in je laadpaal kunt plaatsen. Dat is hier een type 2 plus 3, een compacte versie. Maar als wij in een bliksemverhaal zitten, neem nu, je moet een laadpaal zetten aan een gebouw en je zegt, tja, er ligt bliksembeveiliging op dat gebouw. Dan moet je dat wel terug een beetje anders gaan bekijken, want dan moet je terug het bliksembeveiligingszoneconcept gaan toepassen. Je kabels die jij naar buiten trekt naar je laadpaal, dat is een kabel die ook terug binnenkomt in het gebouw. Die moet op een type 1 aangesloten worden, of in een bord waar dat er een type 1 zit. En dan kun je nog buiten kijken van, waar heb ik mijn laadpaal opgesteld? In zone 0B, is die gedekt door het gebouw of door een bliksembeveiliging? Of staat die in open veld en kan de bliksem eigenlijk inslaan ja, eigenlijk op de kabel, op de voetpadkast, of op de auto zelf, of op de laadpaal zelf. Uiteraard zullen we, als je terug in zone 0A zit, type 1 nodig hebben in de laadpaal. Zit je in zone 0B, dan heb je terug type 2 nodig in de laadpaal. Dus dat is eigenlijk puur alsmaar dat zoneconcept gaan toepassen. Van, kan er bliksem aan, kan er geen bliksem aan? Dat is eigenlijk een beetje de redenering. Dus, maar om het toch te kaderen, hè, bij ons thuis hebben we geen bliksembeveiliging, dan moet je ook niet met dat zoneconcept bezig zitten. Dan kun je gewoon zeggen, ik ga overspanningsbeveiliging plaatsen voor als er in de omgeving iets gebeurt. Hè. Zorg dragen voor je materiaal, eigenlijk. Maar als er op het gebouw waar je laadpalen bliksembeveiliging ligt, moet je het zoneconcept gaan toepassen. Heel kort, de installatierichtlijnen. Wel belangrijk, je moet die modules zo kort mogelijk gaan aansluiten. Want je creëert extra spanningsval op je aansluitdraden die er eigenlijk voor zorgen dat het beschermingsniveau, die 1,5 kilovolt waar we het al over gehad hebben, eigenlijk verhoogt. Dat kan 2,5 kilovolt, 3,5 kilovolt worden, afhankelijk van de lengtes die je aanlegt. Dus er wordt ook wel in de normering gesproken van probeer dat op een halve meter te houden. Zowel de aansluitlengte van de fase opgeteld met de aansluitlengte van de aarding. Huishoudelijk zeggen de meesten ja, oké, zullen we doen. Industrieel zegt hij, onmogelijk, kast is veel te groot, aarding, barenstel, een halve meter, je bent zot. Zot ben ik wel, maar er is wel een oplossing. Je gaat dan de aarding moeten aansluiten aan bijvoorbeeld de montageplaat van je bord. Dus als je lengte van je aarding bijvoorbeeld 1,5 meter lang is, gelijk in het linker voorbeeldje hier, je mocht die dan wel laten liggen, maar aard gewoon de tweede aansluitklem die op die module zit, die zijn onderling doorverbonden, je kiest wat dat aansluit.
maar maakt een korte verbinding naar de montageplaat. Dan telt dat maar al als 10 centimeter niet meer mee. En probeer het dan verder zo dicht mogelijk bij je barenstel op te stellen. Dus dat is een oplossing die ook in de normering voorzien wordt. Om het goed te vatten, een huishoudelijk voorbeeld. Hè, maar als jij naar je verbruiker, hè, dat stopcontact, daar zit iets in, en jij hebt je Dengard aangesloten aan je aardingsonderbreker, maar dan zit jij niet op dezelfde referentie te werken als waar dat je verbruiker op aangesloten zit. Je verbruiker die zit op de aardingslat in het bord, en jij sluit je Dengard dan aan op de aardingsonderbreker die daar x aantal meter van weg staat, bijvoorbeeld. Ja, dan telt dat voor x aantal meters ook mee. Dus dat is niet goed. Aansluiten aan de aardingsrail van het bord, zo kort mogelijk. Ook bij data, je komt in en uit. Hè, je komt er op toe op een dataafleider met je vervuilde kabel. Je vertrekt terug, legt hem dan apart, erachter niet samen. Zo zie je hier ook kabeltracés. Maakt dat de beveiligde kanten en de niet beveiligde kanten dan achteraf ook niet door elkaar gaan lopen. Dus je moet echt wel een bepaalde hygiëne in je bord gaan toepassen. Het moet mooi gescheiden van elkaar liggen. Productspecifieke installatierichtlijnen, dat zijn eigenlijk de briefjes die bij de modules zitten. Op die briefjes kun je dan ook zien, hoe zat dat nu weer met die voorzekering? F1, dat definieert men eigenlijk altijd de nominale stroom in je bord. Als F1 groter is dan 250, dan heb je een F2 nodig. De F2 is hier getekend als de voorzekering dus. En is F1 kleiner dan 250 ampère, heb je geen voorzekering nodig, zoals ik al verteld heb. Daarnaast vinden dan altijd de aansluitsecties terug. Voor de Deenvent-CI had ik gezegd, altijd met dubbel geïsoleerde draad aansluiten en met 25 carré. Dus gewoon 25 carré, dubbel geïsoleerde draad. Voor de rest moet je naar niks kijken. Als je het zo doet, is het altijd goed aangesloten. Dan hadden we de Deengard ACI, dus ook met de geïntegreerde voorzekering. Daarvan had ik gezegd dat het grote voordeel is dat je het altijd met 6 carré kunt aansluiten. Uiteraard, maar dus ook dubbel geïsoleerd. En dan zijn we eigenlijk bij het einde gekomen van het webinar, waarbij dat ik nog afsluit met een paar facts. Waarbij we kijken voor of na de verliesstroomschakelaar in België, dan in een TT-net dan. Het is erna, conform het array. Isolatiemetingen, wel zeer belangrijk. Een overspanningsafleider zal reageren, hè, op een spanning die jij tussen de fase en de aarde gaat gaan genereren met je megger. Dus best overspanningsafleiders ontkoppelen. Bij type 1 modules kunt je wel tot 500 volt meten zonder dat je het moet loskoppelen. Er zijn ook gevallen dat je tot 1000 volt kunt gaan, maar als je daar specifieke vragen over hebt, contacteer ons. En een overspanningsbeveiliging, is dat defect? Nee, ik heb gezegd, dat is gelijk een auto, daar rijdt zij kilometers, dus dat kan x aantal tijd meegaan, als je hem natuurlijk niet overbelast of in het autoverhaal per totaal rijdt. Beschermt mijn overspanningsbeveiliging mijn installatie ook tegen langdurige overspanningen, waarbij dan we dan niets meer over bliksem spreken. We spreken dus over geen transiënte overspanningen meer, niet meer over de 10350, de 820, maar eigenlijk gewoon over, ik leg nu gewoon 400 volt tussen fase en nul. Lekker verkeerd. Je kunt dat dus krijgen als de nul wegvalt ook, die spanningsschommeling. Wat gaat dat dan doen? Een ACI, hebben we gezien, de Deengard ACI, die zal niks doen, want beschermt er zichzelf tegen. De rest brandt ook gewoon door, net zoals al de rest in uw installatie. Bestaat daar dan niks tegen? Jawel, we hebben maar enkel huishoudelijk, hebben wij daar de netfrequente overspanningsbewaker voor. Dat is eigenlijk een moduleke, je ziet hier gewoon een soort van nieuwe hoofdautomaat die geplaatst, na uw differentieel. Dat toestelletje links ervan meet de spanningen en is het eigenlijk verkeerd, dan trekt hij je installatie naar beneden of schakelt hij die eigenlijk gewoon uit. En inschakelen kunnen terug doen als het probleem opgelost is. Voilà, en ik geef dan nu terug voor het slotwoordje het woord aan mijn collega Roeland. Goed, super. Bedankt, Cedric. Dat was een hele boterham. Misschien om af te sluiten, straks na het webinar kunnen jullie nog volgende documentjes downloaden. Dat is de keuzegids waar je een beetje een samenvatting ziet van wat we vandaag gezien hebben. Je vindt er ook de belangrijkste referenties terug, de type 1's,
de type 2's, al dan niet met of zonder voorzekering. De complete catalogus kan je ook downloaden op onze flyer, specifiek voor de residentiële toepassingen. Je kan op onze website ook onze SPD-selectietool downloaden. Wat is dat? Staat voor Search Protection Device Selectietool. Dat is eigenlijk een hulpmiddel die u begeleidt bij het zoeken van de juiste component. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik heb een industriegebouw, daar zit geen kooi van Faraday op bijvoorbeeld. Ik heb dat type net en dat leidt dan tot dat bepaald type, Deen Ventiel, Deen Gaard, ook uw databeveiliging, beveiliging van laadpaal, van domotica enzovoort. Dus dat zit daar eigenlijk allemaal in verweven. En die kan je, zoals je op deze slide ziet, dus terugvinden daar onderaan, of als je gewoon op onze website kijkt in de online catalogus, bij de bliksembeveiliging, de redline, dan vind je daar een link terug naar onze SPD-selectietool. Zo. Dan wens ik hier graag af te sluiten. Hebben jullie nog vragen op dit moment? Stel ze gerust, we blijven nog even online met alle vier de collega's, dus we kunnen uw vragen nog beantwoorden. Heb je nadien nog vragen? Neem gerust contact met ons op, telefonisch, via mail, noem maar op. En wij proberen u te begeleiden, zodat uw installatie kan correct, op een correcte manier beveiligd worden. Afsluitend, vinden jullie ook nog wat vragen? Stel dat jullie nog thema's hebben die je graag eens behandeld ziet in een volgend webinar, geef dat gerust aan. We zijn flexibel, we kunnen webinars inleggen, korte, lange, over een bepaald specifiek thema. Dus laat ons gerust weten wat uw wensen zijn. Zo, graag tot een volgende keer. Tot ziens en bedankt. Ja, bedankt voor het kijken.